Niet alles verloopt nog naar wens. Dit zei vice-president Ronnie Brunswijk voor de goedkeuring van de begrotingsbehandeling 2021 en het herstelplan 2020-2022. De regering zal er alles aan doen om erger te voorkomen. Zo zal er onder andere de voorlichting voor de vaccinatiecampagne in het binnenland worden opgevoerd. Hierbij zal de vice-president een actieve rol vervullen. Ik zal bevorderen dat het traditioneel gezag bij de communicatie en de voorlichting aan onze mensen in het binnenland worden betrokken. Het is tijd dat men de ernst van de COVID-19-situatie inziet en dat men meewerkt in eigen belang en in dat van anderen aan het vaccinatieprogramma. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het zal moeten en we zullen het met elkaar moeten klaarspelen. In het herstelplan 2020-2022 geniet het armoedevraagstuk prioriteit van de regering. Volgens de vicepresident is er nog geen adequate oplossing voor dit probleem. In een eerdere videoboodschap heeft Brunswijk al laten weten dat er een discussie op gang moet komen over de winsten die moeten voortvloeien uit de oliefondsen om de armoede aan te pakken. Ik denk en ik zal dat proberen te bevorderen dat de regering er goed aan doet om in alternatieve termen te denken over het aanwenden van deze olie ter oplossing van de grote problemen in ons land. Het is aan te bevelen dat de regering hierover met inachtneming van de COVID-19 maatregelen een brede maatschappelijke discussie organiseert.